Hij is wel weg hoor. We hadden toch om 10 uur afgesproken? Ja, maar het is nu 10:30. Dus hij is al vertrokken. Nou, het hele plan is mislukt. Dankjewel, Tim. Alsof het mijn schuld is. Ja, maar jij kwam zo ranzig laat je tent uit. Alsof jij zo snel onder die douche vandaan kwam dan. Ja, maar er stond zo'n rij. Ja, dus wie zijn schuld is het dan? Ja, dus niet die van mij, dombo. Jij bent een dombo. Iris! Tim! Waar zijn jullie nou? Jongens, dan moeten jullie heel goed opletten. Wat ik nu ga vertellen is zeer belangrijk voor het schaakspel. Dit was koning Oeral. Dat was de koning van alle graven. En die koning Oeral was eeuwen en eeuwen geleden, toen moest het schaakspel nog ontstaan. Die zei, goed, jullie mogen gaan schaken, maar ik als koning wil tot het einde van de partij altijd op het bord blijven staan. Ik wil niet van het bord weg. Dus ik blijf gewoon tot het einde van de partij op het bord. Dus die koning, als die nou bijvoorbeeld hier staat, en je zou met de loper de koning aanvallen, dan heb je een uitzondering, dan heet dat schaak. Je zegt dan schaak. Schaak. Wow. Als je de koning aanvalt, mag je dat wel zeggen. Schaak. Het klinkt wel stoer. Het klinkt heel stoer. En de koning mag dus niet, dat heb ik net verteld, van het bord geslagen worden. Dus de koning moet uit de aanval. Vluchten. Moet weg. Waar naartoe? Laat eens zien. Nou, dat maakt niet uit. Nee, dus niet zo, want dan kan hij nog steeds aangevallen worden. Natuurlijk. Heel goed, Iris. Heel goed, Iris. Je doet het gewoon zo. Naar voren bijvoorbeeld. Of daar. Ja, precies. Daar. Overal naartoe waar hij kan, behalve hier naartoe. Ja. Goed opletten, Tim. Ja. Nou zet ik bijvoorbeeld hier een paard. En vertel mij nou eens wat je nog meer kan doen dan met die koning vluchten. En nogmaals, je mag niet geslagen worden. Ik zie het. Wat? Ik zie het. Nou, dan sla je met het paard die. Ja, heel goed. Je kunt met het paard de aanvallen wegnemen. Dat is een mogelijkheid. Zie je nog wat? Dat vind ik het wel moeilijk hoor. Heel goed. Ja? Je gaat er tussen staan. Oh ja. Dus... En zo kun je ook die aanval onderbreken. Jongens, dit gaat heel goed. Dit gaat echt tussenplaats. Nou. Heb ik voor jullie nog een vraag, hè? Nou zet ik hier de dame, ik val de koning aan. Nou, je weet wat dat betekent. Ik zet hier een pionnetje en hier een paard. En hier een toren. Mm-hmm. Nou, let op, je ziet de koning staat aangevallen, hè? Wat zou jij nou doen? Tim. Tim weet het toch niet. Hou eens op. Nou, zeg dan snel, anders zeg ik het. Ik zie het. Dat kan. Is niet slecht, want je onderbreekt de aanval. Kan niet meer, staat niet meer schaak. Maar Tim, wat zou Wit nou kunnen doen? Wit kan met de dame het paard slaan en dan sta je weer schaak. Ja. Dus het kan wel, maar mijn vraag is er nog iets beters? Wat mij nou? Die toren kan je zo zetten. Heel goed, Iris. Ja? Heel goed. Had je het ook gezien, Tim? Ja, hè? Ja. Dacht het wel, hè? Ja. Dus je onderbreekt weer de lijn. Maar nu kan de dame niet slaan, hè? Want als je de toren zou slaan, wat dan? Oh ja, dan... Schaak. Schaak, dat wel, maar... Dan kan de koning de dame slaan. Precies. En dan is er niks aan de hand. Oh ja. Zie je? Dus dit was een hele goede verdedigingsset. Koningsschaak. Die daar naartoe. Mooi, hè? Nou, oefenen jullie nou nog een beetje met dat schaak en zo? Want, ik moet er vandoor. Ik moet een potje snel schaken. Dat is ook wel een grappig apparaat. Nee, niet doen! Oh, dombo! De graaf Schakula die gaat dus even een potje snel schaken. En dat doet hij niet zomaar met iemand, maar met Bianca Muren. En Bianca die komt net terug van het Europees jeugdkampioenschap uit... Estland. Uit Estland. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Maar we gaan lekker schaken, niet Bianca? Ja. En dan neem ik 1 minuut. Omdat ik het al heel lang doe natuurlijk, al even lang schaak ik. En jij krijgt voor mij 5 minuten, hè? Dus dan kun je lekker nadenken. Goed, word je snel schaken. Ja, dat is goed. Leuk is dat, snel schaken. En die Bianca, dat wordt nog wat later hoor, dat is een hele goeie. Weet je wat ik nou zou willen doen? Dat is met jullie nog even de voorbeelden van daarnet doornemen.
dat is dat schaak. De loper valt de koning aan en die koning moet weg. Maakt niet uit waar naartoe, maar die moet zich aan die aanval onttrekken. Dat kan hij natuurlijk zelf doen. Maar er zijn andere manieren om dat schaak op te heffen. Maar dan heb je natuurlijk hulp nodig. Neem nou zo'n paard. Als je zo'n paard daar neerzet, dan kan die de loper slaan. Dus dan ben je de aanvaller kwijt. Maar je kunt ook zo'n paard ertussen zetten. Dan onderbreek je de aanval en dan heb je ook het schaak opgeheven. Dat kan alle twee. Nou, dan pakken we nog een andere aanval van de dame op de koning, dat zie je wel. En dan is de beste manier in deze stelling om die aanval op te heffen door de toren ertussen te zetten. Want je kunt niet met de dame die toren slaan, dat hebben jullie er net ook al gezien. Want zou je dat doen, ja, dan slaat die koning die dame weer. Begrijpen jullie dat? Hey. Gelukkig, ik dacht dat jullie nooit meer zouden komen. Dat is ook eigenlijk niet de bedoeling. Nee. Maar ik ben blij dat jullie er zijn. Maar vertel eens, jullie hebben contact, mijn computer denkt na en schakelaar. Ja, klopt. Maar eerst willen we even weten hoe dat nou precies zit tussen jou en schakelaar. Dat verhaal is simpel. Mijn vader is de broer van schakelaar, graaf Tralala. En hij heeft ooit een computer gebouwd om mij schaken te leren. Ah. Nou heb ik het aardig onder de knie gekregen. Mijn schakelaar en graaf Tralala kregen ruzie over dat ding. En dan zijn wij vertrokken, mijn vader en ik. Dus jullie hebben elkaar daarna eigenlijk helemaal nooit meer gezien? Nee, dat mocht niet van mijn vader. Maar nu hij naar Den Haag is verhuisd en ik zo alleen ben... Wil je weer graag terug naar graaf schakelaar? Daar komt het wel op neer, ja. Dat is mat, Wilke. Mat. Het was niet eenvoudig. Je hebt gespeeld als een leeuw. Maar dan heb ik een idee. Wij maken gewoon ruzie. Jij zegt dombo. En de rest gebeurt vanzelf. Kijk, dat kan ik dus niet. Gewoon ruzie maken. En bovendien, misschien wil schakelaar mij maar nooit meer zien. Dan hebben we een probleem. Laten we maar een snoepje nemen. Snoep? Heb je snoep bij je? Wat jullie wel voor me zouden kunnen doen, is de stelling van de computer opschrijven. Ik ben toch zo benieuwd hoe het voor staat. Je weet toch wel wat van schaken? Nou, ja, ik weet enorm veel van schaken. Ja, nou, bij de hand, geef hier maar die zak snoep en dan... Kom, geef hier. Nee, je geef krijgt hier. Hem niet, je geef krijgt hem niet. Geef die zak snoep. Tomba! Kijk, zo ruzie maken, dat lukt mij nou niet. Dag, graaf. Jongens, waar bleven jullie nou? Snoepjes halen. Zullen we dan maar zeggen, hè? Snoepjes. Ik heb hier twee koningen staan. Ja. En nou weten jullie, een koning mag nooit geslagen worden. Nee. Dus als ik nou zo doe... Schaak. Dan zou er een mogelijkheid zijn tot slaan. Ah. En dat mag niet. Nee. Dus dit... is het dichtste dat de koningen bij elkaar kunnen staan. Begrijpen jullie dat? Mm-hmm. Kijk, je kunt er wel een stuk tussen zetten. Dat kan. Een paard. Of een loper. Dat is geen punt. Maar de koningen staan altijd dichtste bij elkaar. Zo. Er zit altijd iets tussen. Een spanningsveld of zo. Ja. Begrijp je dat? Anders zet je jezelf ook schaak. Ja, dat mag precies. Ja. Nou, dan vraag ik aan jullie. Gaan jullie nou elkaar eens proberen... op te drijven. Kom eens naar elkaar toe. Ik deed het bijna, maar net heel niet. Heel goed. Zo. Ik kan het toch nooit pakken? Nee. Je kan het nooit pakken, dus je komt nooit dichterbij dan zo. Nee. Dat is moeilijk, hè? Ja. Dat is moeilijk om te... Denk, nou, momentje. U bent aan zet. U bent aan zet. Heeft hij weer de beste zet gevonden? Wat vervelend nou. Mogen we even meekijken? Ja, maar je begrijpt dit toch niet. Ja, ik schrijf toch even de stelling op. Ja, jongen, je doet maar. Je weet maar nooit. Ik moet hier nog eens een nachtje over slapen. Koning G5, dame C5. Je wilde nog meer een snoepje? Ik lust soms wel eens een snoepje, maar geef me eens een heel handje. Dan heb ik een leuk spelletje mee. Een heel handje? Ja. Niet alles opeten, hoor. Mm. Kijk, dan zet ik de twee koningen, zet ik dan zo. Zo en zo. Hè? En dan zet ik de snoepjes. Hè? Let op. En nou is de aardigheid
Nou weten jullie nog van die koningen, hè? De koningen mogen niet dicht tegen elkaar aanstaan. Dat is onmogelijk. Dat is verboden. Nou, dan gaan jullie schuiven. Met de koningen. Je gaat zetten. En je gaat gewoon de normale schaakzetten doen. Ja. En degene die de meeste snoepjes heeft, die krijgt ze allemaal. Hoe vind je hem? Goed. Ja? Tof, man. Gaan jullie spelen. Wit begint. En zwart daarna. Om en om. Ik ga nog even met Bianca praten. Jongens, lekker spelen. Ik ga even naar Bianca. Wit begint, zwart wint. Bianca, vertel eens, wanneer ben je begonnen met schaken? Ik ben op mijn 5e jaar begonnen. En ik had een krantenartikel gelezen. En er was een artikel over een schaakclub. Ik ben daar dus gaan kijken en ik vond het heel leuk. Dus toen ben ik erop gegaan. En je kon nog helemaal niet schaken toen? Nee. En wat heb je zoal bereikt met toernooien met schaken? Nou, ik ben vorig jaar ben ik Nederlands kampioen meisjes tot en met 12 geworden. Ja. En toen mocht ik naar het WK, het wereldkampioenschap. Waar was dat? In Menorca. Menorca. In Spanje. Ja. Toen was ik 9e geworden. En hoeveel deden mee? Een stuk of 55. Ja. Goed, hè? Wat vind je leuk om tegen oudere mensen te spelen of om tegen kinderen te spelen? Wel een beetje meer tegen kinderen, want volwassenen die roken meestal. Nee, dat allemaal. Mag helemaal niet. In de toernooizaal mag je niet roken. Wie is jouw voorbeeld? Judith Polgar. Dat is een goeie, hè? Ja, die is heel goed. Je hebt haar één keertje ontmoet, hè? Ja, dat was in Tilburg, het Fonti schaaktoernooi. Toen mocht ik dat openen als ceremoniemeesteres. En toen was zij daar ook. En toen heb ik in mijn speech, zeg maar, gezegd dat zij mijn idool was. En daarna heb ik even met haar gesproken ook. Ze was heel aardig. En hoe was ze? Was ze aardig, ja? Ja. Wil je net zo goed worden als zij? Ja. Misschien nog iets beter. Nou, misschien wel, als het kan. Echt wel vet, niet waar? Echt wel vet, wel waar. Nou, ik vind die eerlijk. Hoeveel heb jij er? Zullen voor mij. Ik begrijp het niet. Ik begrijp het echt niet. Ze hadden al lang moeten zijn. Is het al zo laat? Waar is Jan? Zijn we weer te laat? Het kan ook niet anders, hè? Zijn tas. Hey, een briefje. Ik moest er helaas vandoor. Laten jullie de stelling achter in mijn tas. Ik haal hem nog wel op. Dank je. Nou, jij hebt dat briefje. Nee, dat heb jij toch? Ja, hier. Nou, doe er weer. Ja. Dan gaan we. Hey, niet die snoepjes gaan opeten. Nee, dan moeten we nog een oefening mee doen, Tim. Oh, dat is wel lekker, man. Tim, dan moeten we nog een oefening.